Jullie gaan best wel een spannende dag beleven. Een dag waarin jullie hard gaan werken, waar jullie ook wel echt lol gaan hebben. En waar uiteindelijk ook een hoop dingen kunt gaan leren. Nou, vandaag is alweer de vierde editie van de universiteitsstrijd. Een dag waarin universiteiten met elkaar strijden om een felbegeerde overwinning. Maar het idee is dus dat je hier samen een bedrijf gaat oprichten dat zich richt op de gezondheid van de medewerkers. Dat is de uitdaging voor vandaag. Omdat wij zien dat bijvoorbeeld werkstress en werk- en privébalans, dat zijn aandachtspunten die voor heel veel bedrijven relevant zijn. Ik wens jullie heel veel plezier, succes en zet hem op. Dus wij gaan een social media netwerk oprichten, speciaal voor bedrijventrainers, zeg maar. We gaan nu langs kantoren om een beetje marktonderzoek te doen. Even kijken hoe het in de kantoren gesteld is met de werkomgeving. We hebben zojuist een persbericht gehad. Waarin de overheid heeft aangegeven dat het aantal burn-outs in Nederland is toegenomen. En dat zij samen willen werken met bedrijven om hier iets aan te doen. Bram van ons is zojuist de persconferentie ingegaan. En die gaat vragen beantwoorden van kritische journalisten. Nou, ik vind het wel belangrijk dat ze goede antwoorden geven op de vraag. Dus soms merken we dat ze een vraag stellen. En dat ze niet antwoord geven echt op wat ze hebben gezegd. Maar dat ze hun verhaal uitwijken. Ik let of ze zich bewust zijn van hun eigen gedrag. Door ze af en toe een spiegeltje terug te geven en te kijken hoe ze daarop reageren. Ik ga erop letten of de ideeën die ik vandaag gepresenteerd krijg duidelijk, vernieuwend en geloofwaardig zijn. Ik ga kijken of het innovatief is, hoe zij het product of het idee willen laten landen in de organisatie. En ik ga natuurlijk ook kijken hoe ze staan te presenteren straks. Ik ga kijken of het idee me aanspreekt. Ik ga kijken hoe gepresenteerd wordt. En last but not least, of de financiën op orde zijn. Businessplan, commercieel haalbaar of niet. Maar ik ben ook gewoon benieuwd naar de creativiteit van de mensen. Ik ben op zoek naar een simpele vraag en oplossing. Ik zoek naar een laagdrempeligheid voor de medewerkers om iets te gaan gebruiken. En ik zoek naar overtuigingskracht. Het was een close call, maar we zijn er samen met elkaar uitgekomen. Waar het om gaat is dat je mensen raakt en dat je vervolgens mensen kunt activeren om iets te doen aan hun leefstijl. Wij als jury vinden dat Animal dat het beste gedaan heeft. Allemaal is dat we hier vanochtend aankwamen, dat we ontzettend veel zin hadden om er een mooie dag van te maken. En dat we dat mogen bekronen met een overwinning is alleen maar mooi meegenomen. Ja.